Yo mensen, wat is een nieuwe video? En in deze video speel ik Minecraft QCraft Egg Wars Solo. We gaan gewoon vandaag een lekker potje Skywars doen. Maar nee, ik weet, ik heb echt een heel lange tijd niet geüpload. Excuse me voor dat of zo, I don't know. De eerste week wou ik een nieuwe serie beginnen, maar Tasia had AIDS. Geen AIDS, dit heeft eigenlijk altijd al AIDS gehad, Camtasia, maar dat is nog een ander verhaal. Ik weet trouwens niet waar mijn egg is. Welke ploeg ben ik? Oké, ik ben orange. Wereld. Juist is ook nog een potje aan het spelen. Ik was ook orange. Ik ga nu zo'n pickaxe maken, hè. Sommigen zijn niet voor het nieuwe PvP-systeem. Ik vind het persoonlijk wel iets hebben, het nieuwe PvP-systeem. Weet je wat kut is? Ik weet niet eens waar mijn eik is, man. Ah, hier. Ik heb eigenlijk meer gold nodig, zodat ik er obsidian rond kan zetten. Want obsidian is handig. Maar nee, ik kan misschien wel vertellen over mijn verhaal aan de zee. Maar nee, ik ga dus nu mijn verhaal vertellen aan de... Van... Dat ik aan de... Oh. En ik krijg mijn... Dat is dus die in de gold weggegooid. Daarom vind ik dus gewoon Hypixel Hall beter. Ja, anyway. Welke ploeg is dat? Kunnen dat zien? Ja, dat kunnen zien. Dan moet je aan die vlag zien. Dat is grey. Oké, maar die keel zit ondertussen in het midden. Dus ga ik dat eigenlijk niet kapot maken, hè? Dan ga ik een beetje de spelbreker zijn. Ah nee, ik heb mijn obsidian blok al terug. Thanks. Voilà. Opgelost. Ik moet voor daar al oppassen. Ah. Doei. What the fuck. Ik ga eerst nog mijn eitje nog wat beschermen. En sorry voor de lijk, echt waar, maar ik kan er niet aan doen. Dus ik ga dit al doen. En dan zijn er al twee obsidian blokjes rond. Heel de tijd dat er één op mijn eiland zit. En straks gaat dat ook gewoon zijn, dus mijn ei kapot. Maar ja, dat is een story of my life. Oh, echt. Fuck you. Oh, nu ga ik zijn ei breken. Ja, hij was beter naar mijn ei gelopen. Voilà. Dan heb ik nu al drie eilandjes in mijn macht. Ja, dat is wel vrij mooi. Ik ben echt slecht in het spel, maar die kerel was nog slechter. Hij moet me altijd naar het midden gaan voor wat diamonds. Maar ik wil eerst zeg maar heel mijn eilandje ingegraven hebben met... Wat zei ik? Niet heel mijn eiland, alleen maar het ei liefst. Maar nee, ik had het over mijn vakantie. Ik ben naar Duinkerken geweest. Voor de mensen die niet weten waar reis, dat is dus aan de kust. Maar ik heb echt nog potentie om dit spelletje te winnen. Om deze ronde te winnen. Als jullie willen dat ik dit meer speel, want er nog niets achter in de comments, man. Ey. En nu is allemaal helemaal mijn obsidian ingebouwd. Maar nee, ik ga dus proberen mijn verhaal, oh shit, was er bijna niet heeft, af te maken. Ik ben dus gewoon naar daar geweest. Ja, wat hebben we gedaan? We hebben aan de zee gezeten. Het was echt wel tof. Ja, drie keer raden. Als het goed weer is, dan moet je naar huis. Maar ja, dan gaan we eventjes naar het midden. Oeh. Ja, ik moet stiekem. Oké, wacht. Als hem terug rond is gegaan. Ik kom niet te dicht, alstublieft. Run. Ah, hij is terug naar zijn eigen eiland. Oké, doei. Nice. Amai, die is level 3, die gen. Oké, dan ga ik eventjes naar mijn eilandje. Zo. Die bug op QCraft is echt vuil. Ik was echt bijna met al mijn dia's in de void getiefd. Wat ging ik ook alweer doen? Ah ja, juist. Ik ging mijn diamond gen aanzetten. Hier, zojuist. Alstublieft. Oer. 10 seconden, man. Ik maar 6 diamonds in 1 minuut. Je hebt al full iron en een shield, gast. Ja, dark blue gaat daar gereikt worden, hoor. Daar. Ah. Die werken samen. Ah, nee, toch niet. Nu, wat ik wel kan doen om het sneller te laten gaan, is de diamond gen op het eilandje naast mij ook aan te zetten. Dus dat ga ik dan ook maar eventjes doen. Hoeveel kost het om dat ding nog eens te... 10 diamonds. 10! Dat zijn er 10 te veel. Ik ga straks eens een bezoekje nemen met Purple, want anders gaat dat je nooit gedaan zijn, man. Ik ben echt niet gewoon Eggwars. Ik heb al ondertussen al 1000 keer gezegd, maar ik zeg het nu 1009 keer, get wrecked. Oké, dat is al wat meer. Dat heeft eigenlijk echt geen nut, die obsidian aan de zijkant. Maar het is idee wat telt, dus you know, dan doen we. Sommige mensen zijn er echt zo goed in, hè? Maar ja, die spelen ook niks anders als Eggwars, dus ja. Ga eens kijken hoe hij met de diamonds hier staat. Oh, die zijn mooi aan het tuneren. Hier, man. Echt. Vuil, Nomo. Oh,
Deze is niet goed. Deze is niet goed. Wel, mijn doel is om die kerel zijn ei ook te breken. Ik ga hem helemaal breken. Ik ga hem dik payback. Just a prank, bro. Just a prank. Ik ga die kerel eens een goed bezoekje brengen, zie. Ik ga wel nog een appel kopen, want anders komt dat hier niet goed, man. Die kerel heeft echt ons hele potje verneukt. Maar ik ga niet opgeven, hoor. Nee, nee. Oeh, daar is hem. Daar is hem gewoon. What's up, dikop? Doei, ik kan nu ei. Tan tan tara tan tara tan tan. Oeh. Oh. Ah, fuck off. Kerel, doe niet aan mijn tand. This moment, Wouter nieuw. He fucked up. Ja, ik heb nog wat diamonds nodig. Ik ga even mijn eigen is een diamond pickaxe maken. Het staat nog niet aan, meent. Oké, wacht even, ik ben zo terug. Wat probeert je met een pickaxe? Dommerik. Oh, en purple is ook al kapot. Ja, deze kan nog eens een spannend potje worden, hoor. Moment van de waarheid. We gaan cyan of light blue, hetzelfde. We gaan die terug. We gaan die paybacken. Kom eraan, man. Ik kom er echt aan. Hier is een eilandje. Dat was echt fucking rot. Ik hoop dat jullie deze video toch een heel klein beetje leuk vond. Als je dat toch een heel klein beetje leuk vond, laat dan vast een like achter, een subje. Ja, en al die dingen. Wat kun je nog meedoen? En ja, ik zeg gewoon ciao.